Als ze maar eten is, dan gaat ze een hartslag omlaag. Deze die gaan we bij Pip omdoen. Deze heeft het niet overleefd. Vind je het leuk hier? Ja, heel leuk. Wat vind je het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan? Dus dat betekent dat met 155 hartslagen per minuut. Yes! Welkom bij een nieuwe video van... De Bakkertjes! Ja, waar zijn ze eigenlijk? Hé, zijn we alleen of zijn we met heel veel? Ja jongens en meisjes, we zijn weer in Toverland en het is natuurlijk Halloween. Dus we gaan hele leuke, toffe dingen doen. En ook wel wat spannende dingen eigenlijk, toch? Ja, vooral spannende dingen. Maar Sam, wat hebben wij? We gaan dus hartslag opmeten en kijken in al die spookhuizen wat die hartslag wordt. Ja, en wie dus het meeste hoge hartslag heeft, hè? Ja. Die het meest spannend zijn. Maar dat kunnen we ook in de achtbanen gaan doen, dat kunnen we gaan doen hier zo. Want je hebt natuurlijk verschillende zones hier zo. Hé, hebben we er een beetje zin in? Ja! Nu is mijn hartslag op 100.000 omdat ik oliebollen ga eten. Nou, we gaan even kijken hoe zijn hart reageert als hij een oliebol eet, jongens. Je moet er in één kant springen. Zo ver, Niels. Niels. Gaat alles goed? Oh, ik heb zo bijna. Jongens en meisjes, we gaan nu beginnen. Sam's hartslag is op dit moment 105. Wat ga je nu als eerste doen? Een oliebol halen. Een oliebol? Oh jongens. Wie is er aan de beurt? Zeg maar. Mag ik 2 oliebollen in een zak graag met extra veel poedersuiker? Gewoon normale. 2 normale? En dan extra veel poedersuiker. Extra veel? Extra veel. Nu 50 alsjeblieft. Nou, zijn hartslag die wordt gewoon minder op het moment dat hij oliebollen bestelt. Nou wordt het spannend, want nou werkt het allemaal niet. Ja, het geld is goed. Dankjewel hè. Jouw hartslag die wordt gewoon echt minder. Dus op het moment dat je eten bestelt, dan wordt je hartslag gewoon lager. Ja, Sam, 3, 2, 1! Abonneer op de Bakkertjes! Nou, dit is Sam die een oliebol aan het eten is, jongens en meisjes. Het doet hem goed, een oliebol. Ja, als ze maar eten is, dan gaat zijn hartslag omlaag. Kijk dan mee. Dat is niet normaal. Dit is niet te geloven dit. Je hebt natuurlijk verschillende scare zones hier. Zo eentje met 1 ster, 2 ster, 3 ster, 4 ster, bijvoorbeeld spinnen zijn het. Sommigen die zullen naar de minst enge gaan. Dat is echt leuk voor de dames, want dames zijn natuurlijk een beetje bang altijd. Niet waar! Ah, je bent altijd bang jij. Niet waar! Oké, jongens en meisjes, het is zover. Wat gaat er nu gebeuren? De parade! Ja, die is anders dan vorig jaar, dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Jongens en meisjes, zo direct gaat de parade beginnen. Heel erg spannend. We gaan nu deze, die gaan we bij Pip omdoen. Oké, zo. Laat de parade maar beginnen. Ja. Pip, ben je er klaar voor? Ja. Ja? Jongens en meisjes, het is zover. Ik ben er niet klaar voor. Ja, vind je het eng? De keuze is aan jullie, tovergelovers. Open of gesloten? Dat is de vraag. Open! 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 Pip, vind je het spannend? Ja? Echt? En nu zie je nog niks, hè? Het moet nog komen. Hè? Nee, dit. Ja, echt, ik zie dat er wat van trekt. Ja, daarachter. Ja, dat zijn 2 piraten. Het zou zomaar kunnen dat er allemaal enge monsters komen. Morgana's Frozen Nights. Trapped. Gaat goed, Pip! Kijk, Pip. Deze heeft het niet overleefd. Hartslag was 140 bijna. Zo, bij de opname. Vond je het eng? Nee. Oh, je hartslag zegt wat anders hoor. We hebben alleen een gebam. Oh, de gebam. De gebam was eng, jongens. Gebam. Gebam. Gaan we op zoek naar de monsters? Ja. We gaan nu eerst even in de Troy. Ja, en ik heb dat ding nodig. Je hebt dat ding nodig. Ja, Sam die gaat... Hey, wacht hier. Ik ben zo jaloers op zijn sixpack. Ik wil ook een sixpack. Zullen we ruilen? Krijg jij mijn one-pack? Oh my god. Wat zeg je? Oh my god. Oh shit! tussen Sem en mij, jongens. Oké, jongens en meisjes, dat is heel erg spannend. We gaan nu gaan we naar de eerste spookhuis, de Dollhouse. Dat is de minst enge. We doen de hartslagmeter doen we bij Pip om. Ik mag natuurlijk niet filmen, want dan weten jullie alles wat er gebeurt. Alleen Sem, wat gebeurt er op het laatst? Op het laatst komt een persoon achter je aangedrukt. Ja, en dat mogen we wel filmen, dus gaan we kijken hoe erg Pip schrikt. Ja. Pip die durft het toch niet, dus we gaan het bij Irm doen. We hebben bij Irm omgedaan. Ja! Nou jongens en meisjes, was de bedoeling dat er een scare echt achteraan kwam, alleen je hebt heel veel mazzel in. Nou, maar ik moet echt zeggen, normaal hou ik helemaal niet van donkere ruimtes, maar ik ben toch gegaan en ik dacht... Even een applausje voor Irm. En ik dacht dat ik helemaal niet zo... Ja, dankjewel, dankjewel. En ik dacht eigenlijk dat ik helemaal niet zo snel zou schrikken, maar toch van het aantal... In één keer dat ik dacht van nee, jij bent niet echt, en in één keer bam! En ik schrok echt, mijn hart ging tekeer. Oké, we gaan nu door de eerste scare zone heen. Het is 1 ster, dus het is helemaal niet eng. Dat is zeg maar de... Oh, ik schrok. De Mexicaanse skeletten, weet ik van wat zijn. Kijk, deze hier. Wat leuk is, Pip heeft zo'n dingetje. Dus dat betekent dat ze niet eng na hoeven doen. Dat goed, Pip? Ja, ja. Ja, goed zo. Oh, Pipje. Oh, zo'n buikje, Pip. Pipje. Ja? Ga jij hierin? Ja. Ga jij dat durven? Ja, joh. Ben jij niet bang? Nee. Ik ben heel benieuwd hoe Pip het gaat doen en wat je hartslag is. Wat denk je? Gaat je hart helemaal zo bam 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 doen of hoe? Nee. Nee, ja. Pip was nergens bang voor jongens en meisjes. Pipje! Nou, ze nu nog in... Hallo, dochter. Kind. Pip te bakken. Hey! We gaan bijna naar boven. Ik ga hem zo proberen. Hallo, ik ben hier aan het filmen, wat bemoei jij je mee? Goed, me niks! Ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat met Pip. We gaan echt heel erg hoog. Ik kan het niet filmen, want er zit zo'n parasol op me. Het gaat hoor, maak er geen druk mee. Maar dat betekent dus, want jullie weten allemaal dat ze, als er iemand is die alles durft, uit een vliegtuig springt met een parachute, geen idee, alle spookhuizen hier zo, dan is Sem het wel. Dus blijkbaar, hoe hoger je hartslag, dat betekent niet gelijk dat je dan een beetje bang bent. Integendeel, want Sem is volgens mij samen met mij het minst bang van ons allemaal, of niet? Hij gaat wel over de koppen, Pip! Auw! Auw! Oké, jongens en meisjes, dit wordt heel erg spannend. Pip is helemaal gek van achtbanen. Maar voor deze achtbaan, oh wacht, voor deze achtbaan moet je 1,32 zijn. Even wachten, even wachten, even wachten. Ja. Mag Pip hier nu in of niet? De laatste keer dat we haar de lengte hebben gedaan was 1,31. Dus we gaan er nu achter komen. Of Pip in de meest spectaculaire achtbaan mag van deze pretpark. Mag het? Mag het? Oké, we gaan kijken, we gaan kijken. Jongens, dit is net wel, net niet. We gaan boven meten, want boven moeten ze bepalen of Pip erin mag. Ja, mag je? Ja, nee. Ik wil niet. Wil je echt niet? Kijk eens hoe vet, jongens. Ja. Hoe ging die, Sem? Hoe ging die? Oh. Maar wie is er groot genoeg? Voor de achtbaan? Ja? Maar waarom durfde jij niet? Omdat... Misschien door het donker? Ja. Omdat het donker is? Misschien wel, ja. Oké, Sem, we gaan nu in het... Nee, Em, je mag heel even niet... Em, je moet er even weg. Ja. Ja, ai. Maar de dames moeten even weg. Oh, we zijn even als mannen onder elkaar. Ja, 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 ja. Oké, Sem, we gaan nu in het volgende spookhuis. In welk gaan we? Kijk, iets verder weg. Ja. De Trapped gaan we heen. Ja, oké. Alleen op het einde komt er een man met een kettingzaag. Bij je moeder doen we de hartslagmeter op. En dan gaan we kijken of ze het overleeft. En we gaan onze beurtman heel hard laten schieten. En we gaan onze beurtman heel hard, ja. helemaal nergens op. Wat lekkere moeder heb jij. Ja. Je gebruikt toch wel een schild. Oh man. Abonneer op de Bakkertjes! Abonneer op de Bakkertjes! Jongens en meisjes, waar is de tijd voor Sem? Voor een van de engste kerstels. Eén van de engste kerstels. Nou, Sem heeft juist weer de hartslagmeter gedaan. Oké, jongens, kijk hoe Sem ook maar ergens van schrikt. Jongens, Sem, ik geef het op. Volgens mij zijn de hartslag nog steeds hetzelfde als normaal. Okay, het is dus heel schattig. Zo'n hele groep meisjes die zeg maar te bang zijn voor die mensen. Dus die zwaaien dan met de lampjes. En dan hoeven ze in die bank te zijn, dus achterna gezeten te worden. Maar Pip, ben jij niet bang? Ja, ze doet hem uit, maar komt er iemand aan, dan doet ze hem poep, snel aan. Oh, ja. Oké. Dat vind ik toch al heel stoer van je. Maar ze proberen het om uit te doen. Oh, wat stoer. Elke jaar als we hierheen gaan met de Halloween, dan ga ik proberen om dit te doen, maar dan uit. Pipje, kijk ze. Ga je ietsje dichterbij staan? Aan de andere kant? Nee. Ja. Yes. Hoe gaat het met je? Goed. Vind je het leuk hier? Ja, heel leuk. Wat vind je het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan? De Troy. En daarna... De Troy? Daarna deze. Oké, jongens en meisjes, de allerlaatste scarezone, een hele enge. Pip, ga je het doen? Ben je bang? Nee. Op dit moment gebeurt er nog heel weinig. Ze deed snel het lampje aan, jongens. Maar dat vond ik wel heel erg. We gaan nu de grot onderdoor. Ze heeft het lampje weer uitgedaan. Het is heel spannend. Ik hoor achter me hoor ik huilende mensen. Doe je het lampje weer uit of niet? Hey! Dit is een hele enge aan. Laat daar net met rust dan. Echt achter ons zit echt iedereen te huilen. Ja, echt. Hoi. Hey. Hey. Jongens en meisjes. Je hebt het overleefd. Je hebt het overleefd. Yay. Abonneer op de Bakkertjes. Dan zijn we weer thuis aangekomen. Oh, ik moet een beetje zachtjes doen. Hey. Maar... Hey. Nee. Het was superleuk bij Toverland. En we hebben natuurlijk die hartslagmeter gedaan. En op nummer 3 staat... Met 131 hartslag per minuut, Sem de Bakker! Maar ik heb altijd hooghartslag. Ja, maar je hebt altijd wel hooghartslag, maar je hebt nog steeds de laagste. Dan komen we op nummer 2. Oh, met 145 hartslagen per minuut. En dat is... Mama! Yes! Dus dat betekent dat met 155 hartslagen per minuut, en dat zie je nu op beeld, was Pipje de Bakker. Hey! Tot de volgende keer!